Welkom bij de uitleg van een nieuw thema, thema DNA. En in de eerste basisstof gaan we kijken naar de bouw en de functie van DNA. Dan gaan we kijken naar wat het genoom is van een organisme, hoe het genoom is opgebouwd en welke functies de onderdelen van dat genoom hebben. Dan beginnen we uiteraard met het begrip genoom. En het genoom, dat is al het erfelijk materiaal in een organisme. Dan zie je hier als eerste links een eukaryote cel. Dat wil zeggen dat dat een cel is die beschikt over een celkern. En in die celkern zitten chromosomen en die bevatten erfelijk materiaal. Niet alleen in de celkern zit erfelijk materiaal, maar ook in mitochondriën die je hier in het midden op de foto ziet en hier rechts in chloroplasten zit ook erfelijk materiaal. Dus zo zie je dat er op verschillende plekken in organismen erfelijk materiaal kan zitten. Waar we in dit hoofdstuk voor het grootste deel naar gaan kijken, is het erfelijk materiaal dat zich bevindt in de celkernen. Zou je daar nou op inzoomen, dan zie je dat in die celkernen chromosomen zitten. En chromosomen zijn lange dunne draden waarop die erfelijke informatie staat. Vaak zie je dit soort afbeeldingen als je het hebt over chromosomen. Dan zien ze er niet uit als lange dunne draden, maar dan zien ze het meer uit als een soort van worstjes. En dat komt doordat ze in een bepaald deel van de celcyclus zichzelf spiraliseren. Dus die lange dunne draden die rollen zichzelf als het ware op, zijn daardoor dus ook veel beter zichtbaar op een microscopische foto en krijg je dus dit soort karakteristieke foto's. Maar bedenk je daarbij dus wel dat het uiteindelijk dus hele lange dunne draden zijn waarop dus die informatie staat. Als je nu de inhoud van de celkern van een eukaryote cel vergelijkt met die van een prokaryote cel, dan zit daar een verschil tussen, want een eukaryote cel had wel een celkern, dat heeft een prokaryote cel niet. Uh, bijvoorbeeld bacteriën hebben prokaryote cellen. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan archaea. Die hebben in plaats van die chromosomen hebben ze circulair DNA. En hiervan heb ik eventjes een, een afbeelding neergezet. Het woord zegt het eigenlijk al: het, het circulair, een cirkel, het is een soort van rondje. En daarop zit de erfelijke informatie. Daarbij zitten daar ook geen eiwitmoleculen bij. Op het moment dat je kijkt naar het DNA in de celkern van een eukaryotecel, cel, dan zit daar wel degelijk ook eiwitmateriaal bij, waar rond dat DNA opgewikkeld kan worden. Nou, dat is in dit geval dus uh, niet het geval als je kijkt naar het circulaire DNA van prokaryoten. Daarnaast bevatten prokaryote cellen ook plasmiden. Dat zijn ook ringvormige stukjes DNA die coderen voor extra eigenschappen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld eh, plasmide in sommige bacteriën. Die zorgen ervoor dat bacteriën resistent kunnen zijn tegen bepaalde antibiotica. Dus dan is als het ware de extra eigenschap die die plasmide dan met zich meebrengen de resistentie. En zo zijn er nog veel meer extra eigenschappen die die plasmide met zich mee kunnen brengen. Dus zo zie je een heel duidelijk verschil tussen het genoom van een prokaryote cel en het genoom van een eukaryote cel. Dan gaan we nu wat specifieker kijken naar dat DNA. En ik heb er ook meteen even het RNA bijgezet in de afbeelding, zodat je even mooi de verschillen kan zien. Hier rechts op de afbeelding zie je een schematische weergave van DNA. Hier links zie je een schematische weergave van het RNA. We gaan het in eerste instantie even hebben over dat DNA. En op een later moment gaan we ook wat dieper in op het RNA. Als je naar die twee kijkt, dan zie je al meteen heel duidelijk een structuurverschil. En je ziet hier rechts op de afbeelding van dat DNA dat het een mooie dubbele helix is. Met daartussen de stikstofbazen, die, die stokjes die je in feite ziet. En die stikstofbazen, die bevatten de daadwerkelijke erfelijke informatie. Drie van die eh, stikstofbazen gezamenlijk bevatten de informatie voor één aminozuur. En zoals je weet zijn aminozuren de bouwsteentjes voor eiwitten. Die aminozuren, die worden achter elkaar gezet, die worden gekoppeld en die vormen uiteindelijk hele lange ketens die dus weer de eiwitten worden. Als je kijkt naar de bouw van zo'n nucleotide, dan bestaat die uit een aantal onderdelen. Als eerst een fosfaatgroep en een monosaccharide. En aan die monosaccharide vast zit een stikstofbase. Die stikstofbase, dat kunnen er in totaal vier zijn. Je hebt namelijk cytosine, guanine, Adenine en timine. Je zult zien dat een cytosine-stikstofbase altijd gekoppeld zit aan een guanine-stikstofbase, en dat adenine altijd gekoppeld is aan timine. Dat betekent dat je eigenlijk niet zo heel veel verschillende stikstofbases hebt, maar die moeten wel coderen voor een waanzinnige hoeveelheid eiwitten. Dat betekent dus dat je lichaam enorm lange DNA-moleculen moet hebben om al die informatie kwijt te kunnen voor al die verschillende eiwitten. De volgorde waarin die cytosine, guanine, adenine en timine zitten, bepaalt uiteindelijk wat voor eiwitten gemaakt wordt, en dat betekent dus dat er enorm veel verschillende volgorde zijn voor al die verschillende eiwitten. Je ziet wat ik net al zei dat naast die stikstofbasen... die DNA-nucleotiden bestaan uit een fosfaatgroep en een monosaccharide. Die fosfaatgroep en die monosaccharide die vormen samen de dubbele helix die je hier aan de buitenkant grijs gekleurd ziet. Fosfaatgroep en de monosaccharide worden weer gekoppeld. Fosfaatgroep, monosaccharide, fosfaatgroep, monosaccharide. Nou, en zo vormt dat een hele keten. En daartegenover ligt natuurlijk de tegenoverliggende stikstofbase met ook weer zo'n aan elkaar gekoppelde fosfaatgroep. monosaccharide, fosfaatgroep, monosaccharide. Nou, enzovoort. En zo vormt dat dus een enorm lange keten. Kijken we heel even naar dat rna molecuul dan zie je al meteen één groot verschil. En dat is dus waar hier dat DNA bestaat in een dubbele helix, is het hier een enkele ketting. Dat betekent dus meteen ook dat waar hier een dubbele stikstofbase tegenover elkaar zit, dus altijd tegenover bijvoorbeeld in dit geval een timine, zit hier een adenine en tegenover de cytosine. Hier zie je net hierachter, hier achter guanine zitten. Zijn ze dus hier enkel, die stikstofbase. En je ziet ook dat waar DNA de stikstofbase timine heeft is dat bij RNA uracil. Dus er zit ook nog een verschillende stikstofbasis in en er zit ook nog iets wat een andere structuur in dat laddertje, maar daar gaan we op een ander moment naar kijken. Dat dat grijze gedeelte hier is iets anders gevormd, maar dat komt op een later moment terug en dan zal ik je dat verder uitleggen. Als we nu kijken weer naar dat DNA, dan hebben we het vaak over een DNA sequentie. En de DNA sequentie is de volgorde van de nucleotiden van een DNA molecuul. En de reden dat dat belangrijk is, is dat die volgorde wat ik al zei, waarin die nucleotiden zitten, met daarop die stikstofbasen, die volgorde die bepaalt uiteindelijk wat voor eiwitten gemaakt worden. Die codeert voor een bepaald eiwit. En vandaar dus ook DNA-sequentie, ofwel de volgorde. Als we kijken naar zo'n DNA-molecuul, dan komen we ook het begrip gen tegen. En het gen is een deel van een DNA-molecuul. Dat de sequentie bevat voor de productie van één of meerdere eiwitten in de ribosoom. Die eiwitten worden geproduceerd naar aanleiding van de codering die hierop staat. Nou moet je het een beetje zo zien. Zo'n DNA-molecuul is een hele lange dunne draad met een waanzinnige hoeveelheid sequenties erop. Eén stukje van zo'n DNA-molecuul, waar de informatie op staat, dus voor één van zo'n eiwit, dat noem je een gen. Je moet zo'n gen eigenlijk een beetje zien. Als een locatie. Op het moment dat je het hebt over een bepaald gen, dan heb je het over een bepaalde locatie op een DNA-molecuul. En daar zit dan vervolgens een bepaalde sequentie op die voor een bepaald eiwit kan coderen. Dat betekent dat op het moment dat je de genen van verschillende mensen met elkaar gaat vergelijken, dus je gaat dezelfde locaties vergelijken van een bepaald DNA-molecuul, dan kan er op zo'n gen wel een ander allel staan. Want een allel is als het ware. Kun je een beetje zien als de invulling van dat gen. Bijvoorbeeld als we het hebben over oogkleur. De informatie over oogkleur staat op dezelfde genen bij iedereen. Die staat op dezelfde locatie. Maar de invulling van dat gen is bij iedereen verschillend. De een heeft blauwere ogen, de ander heeft groenere ogen. Dus het allel, de daadwerkelijke invulling van dat stukje, verschilt. Want iedereen heeft verschillende eigenschappen. Waar dit hoofdstuk uiteindelijk om draait, is om dit ketentje. Namelijk de weg van DNA naar een eiwit. En dat lopen we even kort af en later zullen we in andere basisstoffen daar absoluut dieper op ingaan. Als eerste, DNA. Dat bevindt zich in de celkern van een eukaryote cel. DNA kan de celkern niet uit. Maar toch zal er op een gegeven moment informatie de celkern uit moeten kunnen op het moment dat de eiwitten geproduceerd moeten worden. Je ziet bij die celkern wel dat er in zitten, er zitten een soort van gaatjes in, maar door die gaatjes kan dus dat DNA niet naar buiten. Daarom moet er eerst transcriptie plaatsvinden. Er komt een signaal naar een celkern toe, er moet blijkbaar een eiwit geproduceerd worden, dan wordt de locatie op het juiste DNA-strengetje opgezocht, en dan wordt er van dat stuk dat nodig is, wordt een RNA-molecuul gemaakt. Oftewel, er wordt een kopie gemaakt van dat DNA, maar dan dus in de vorm van RNA. En waar we al naar gekeken hadden is dat dat DNA dat heeft dus zo'n dubbele streng, dat RNA heeft zo'n enkele streng, en dan zie je dus ook dat daar dus een een duidelijk structuurverschil in zit, um, en dat RNA kan dus de celkern wel verlaten. Dat proces van kopiëren van het juiste stuk DNA naar RNA heet transcriptie. Vervolgens kan dat RNA-molecuul de celkern wel verlaten. Dat RNA-molecuul dat gaat de celkern uit door zo'n pori en dat komt vervolgens terecht hier in het endoplasmatisch reticulum op dat endoplasmatisch reticulum, daar zitten ribosomen, een soort van bolvormige organelletjes, en die kunnen vervolgens dat RNA-molecuul af gaan lezen. Die lezen dat af en die vertalen dat vervolgens naar een aminozuurketen. Dat proces van aflezen en vertalen, dat noem je translatie. En dat moet je een beetje zo zien dat RNA-molecuul wordt dus afgelezen en gelijktijdig wordt dan die keten opgebouwd. Vervolgens is die keten van aminozuren de gemaakt die de basis vormen voor dat eiwit. En die gaan vervolgens die keten naar het Golgi-apparaat. Dat zie je zo'n beetje in het oranje liggen. En in dat Golgi-apparaat wordt de secundaire structuur aan dat eiwit gegeven. De primaire structuur van een eiwit was echt daadwerkelijk dat die aminozuurketenje gewoon echt kijkt alleen naar de volgorde. Maar vaak is een eiwit dan nog niet actief en kan dan nog niet de taak volbrengen waarvoor die gemaakt is. De uiteindelijke vorm krijgt die aminozuurketen in dat Golgi-apparaat en is het vanaf dat moment dus een actief eiwit. We gaan dus in dit hoofdstuk dit proces dieper bekijken. Dan is hier nog de samenvatting en is het, het einde van de uitleg van basisstof 1.